welkom in deze nieuwe video van Polestar. Dus ik heb een weddenschap gedaan. De bedoeling was eigenlijk wel dat ze zou winnen, maar dat is niet gelukt. Maar toch uit heel veel respect voor haar ga ik toch een emmer water over mijn hoofd gieten. Het is echt koud, ik weet niet hoeveel graden het is buiten momenteel. Dus de emmer water staat hier. Zodat je kan zien, staat emmer water hier. Dus die wordt gevuld, het water is koud. Zodat je kan zien, ik heb de koude knop aangedraaid. Dat is wel genoeg, niet te veel ook niet, hè? Niet overdrijven. Dus dan gaan we nu naar buiten, het is echt wel koud, ik heb mijn zwembroek aan. Ik weet, heel veel mensen gaan me gek verklaren, maar gewoon uit respect alleen al. Moet ik alleen nog zien hoe dat ik jullie kan zetten, zodat jullie dat goed kunnen zien, want het is natuurlijk nu ook niet licht buiten. Dus het is wel koud buiten, dus ik kan jullie betaal zetten. Ik moet ook mijn gsm meenemen, anders kan ik dat moeilijk filmen voor op TikTok te zetten. Ik vind het ook wel een beetje spannend, want het is echt wel koud. Heel koud. Maar ja, we zullen de Polestar niet heten om zo gekke dingen te doen. Zoals je ziet, doen we het goed. Ik ga jullie daar zetten. Oh, ik heb echt wel stress voor om dat te doen. Ik ga jullie hier zetten. Ik weet niet of jullie dat gaan zien. Het is wel donker, hè? Zo. Wacht, ik ga daar het licht aansteken. Misschien hebben we dan nog meer licht. Nee, wat heeft hij eigenlijk zoveel meer waarde? Momenteel. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Maar ik voel niet zoveel uit. Ik ga het gewoon doen. Zo. Nou. Nou. Zo. De gsm ook plaatsen natuurlijk. Het heeft wel geregend, heb ik gemerkt. Zo. Voilà. Zo. Voilà, dat heb je verdiend. Ook al had je niet gewonnen, toch had je dat verdiend om dat toch te doen. Het ging eigenlijk nog maar reuze mee, maar er zat een beetje frisjes. Maar eigenlijk op zich, ik heb er eigenlijk niet zoveel van. Ik heb het 2 keer gedaan in deze, omdat ik daar nog eens voor TikTok moest doen. Maar op zich valt het eigenlijk wel mee. Ik heb niet zo dat ik echt kou heb of zo, dus dat valt eigenlijk wel goed mee eigenlijk. Ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Dus, ja. Ik zou zeggen, doe het niet allemaal thuis na, maar ja, we zullen zien of we morgen ziek zijn of maar het is echt wel cool gejaagd, dus ik wou het toch voor jullie even doen. Ik weet niet hoeveel graden het buiten is, ik zal eens kijken, want dat wil ik wel graag weten. Het is momenteel iets van een 6 graden buiten, dat valt nog redelijk mee, hè. Hopelijk vond je dit een leuke video, geef een duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen.